Goedemorgen. Nou, voor degenen die mij nog niet kennen, mijn naam is Rick. En het is dinsdag, de dag na Koningsdag. En ik hoop dat jullie allemaal een hele leuke dag hebben gehad. En we gaan weer hard tegenaan. En we beginnen met een FC-tech. Gisteren natuurlijk allemaal de nodige oranje tompoes naar binnen gewerkt. Dus die gaan we er nu even uitwerken. Ik heb 2, 4, 6, je moet kijken even daar, want dat schrijf ik dan even altijd op. Ik heb 6 buikspieroefeningen die we 3 maal herhalen. Elke oefening is 30 seconden. En we hebben dan 10 seconden rust om even te wisselen van houding. En dan hele setje, dus dat doen we dan 3 keer. Ja, succes, have fun. En let's start. We beginnen gewoon met crunches, dus je mag gaan liggen op je rug. En we gaan gewoon op en neer en op en neer. Dus gewoon rustig op en neer. Handen boog in de nek en neer. Dus trek niet aan je hoofd. Die handen zijn er alleen ter ondersteuning. En neer. En op en neer. En op. Neer. Op en neer. Op en neer. Op. En ontspan. Oké, nou dat waren al 30 seconden. Je ziet dat het best wel meevalt. We gaan planken. Komt ie. Gelijk vastzitten. Rug is kaarsrecht. Je weet dat je het op je knieën mag doen als het te zwaar wordt. Dat is op deze manier. Maar het mooiste zou zijn dat je het hier doet. Het zijn maar 30 seconden, dus het is goed vol te houden. Rustig blijven ademhalen. Rug is kaarsrecht, buik span je aan. En ontspan. Oké. We gaan. Russian twist. Je pakt het gewichtje. Het mag ook zonder gewicht. Benen zijn iets omhoog. En we gaan gewoon links, rechts. Tik, 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 tik. Dus je kan het met een gewicht doen. Je mag het zonder gewicht doen. Tik, tik, tik. En het tempo is niet heel belangrijk als je gewoon maar goed van links naar rechts draait. Oké. Gaan we naar een side plank. Ja. Elleboog zet je onder je schouder neer. Benen strek je uit. En je houdt hem zijwaarts vast. Op deze manier. Dit is hetzelfde als dat je de voorwaarts vast. Nou ja, helemaal niet hetzelfde, want dit is dus zijwaarts. Maar hetzelfde principe. Je houdt hem gewoon vast. Als je dit op deze manier lekkerder vindt, mag je je armen hoog houden. Maar probeer dus echt van hieruit deze omhoog te duwen. En hem goed vast te houden. En ontspan. Mag je weer op je rug gaan liggen? Hand in de nek, benen omhoog. En we laten langzaamaan de benen zakken. We gaan down en op. En down en op. En down en op. Down en op. Down en op. Down en op. Down. Op. Down en op. Naar beneden en omhoog. Naar beneden en op. Van. En hebben we natuurlijk ook nog de zijplank naar de andere kant. Houd hem vast. Elleboog onder de schouder. Zijkant van de buik aanspannen. Arm mag je omhoog houden als je dat prettig vindt. Maar het belangrijkste is dat je dus die zijkant aanspant. Nou, dit is dan alweer die 6e oefening die we hebben gedaan. Dus je ziet dat het best wel meevalt. Deze 6 oefeningen gaan we zo meteen nog een keer herhalen. Maar voor nu hou deze even vast. Oké. Mag je weer op je rug gaan liggen? Hand in de nek. En we gaan op en neer. Op en neer. Op en neer. Op en neer. Gewoon rustig omhoog.
maar wel goed die buik aanspannen. Dus denk je dat voel je naar voren een beetje omhoog, dan denk je aan je gezien. Gewoon wel aanspannen, kom een stukje omhoog, op en weer, op en weer. En ontspannen. Oké, planken. Gewoon de rechte plank, elleboog hou je vast. Goed aanspannen die buik en zorg ervoor dat je niet te veel omhoog bent of te veel doorzakt, maar probeer hem mooi recht te doen. En uiteindelijk zal je merken dat je de planken eigenlijk steeds langer kan gaan doen als je het maar opbouwt. Oké. Gaan we weer naar de Russian Twist. Je pakt wel of geen gewicht, been iets omhoog en we gaan van rechts naar links. Van rechts naar links. Kijk, en je weet bij mij hoe groter mijn glimlach, dus meer pijn het doet, hè? Dus probeer hem ook vol te houden. Oké. Side plank. Probeer hem vast te houden. En je merkt dat we gewoon weinig pauze tussen elke oefening door hebben. Maar hoe meer je er gewoon spanning op blijft zitten en door blijft gaan, hoe effectiever het wordt. Het zijn steeds korte setjes, zijn dus heel goed te doen. Oké, mag je weer gaan liggen? Benen weer naar het plafond, hand in de nek. Heb je heel veel last van je rug, mag je ook de handen onder de billen doen en hem op deze manier naar beneden brengen. Blijf het volhouden, nog eentje. En ontspan. En gaan we weer naar de zijkant en naar de andere kant. Dus probeer wel te onthouden welke kant je pakt. Ja? Dus goed aanspannen deze onderkant. Arm mag omhoog. En als je denkt, van, nou, ik kan eigenlijk ook wel een klein stukje doorduwen. Ja, dan maak je het alleen maar even wat intensiever. Maar het is goed te doen zo op deze manier. En ontspan. Nou, zijn we alweer aan het laatste setje toe. Dus ga liggen, hand in de nek, voeten zet je neer. En we gaan op en neer. Op en neer. Op. Oh, dit gaat. Goed, ik denk dat je al thuis goed aan het merken bent dat je de buik aanpakt. En mag je je omdraaien voor de plank. Rug is recht, buik span je aan en blijf hierin, en ik kan het niet vaak genoeg zeggen, blijf rustig ademhalen. Hou hem niet vast, vind je dat moeilijk, dan probeer dan mee te tellen. Ja, voor jezelf, gewoon langzaam tellen, dan ben je ook een beetje aan het ademen.
twisten. Gewicht of geen gewicht, been iets omhoog en we gaan van rechts naar links. Snelheid maakt niet uit, als je maar goed je bovenlichaam van de ene naar de andere kant brengt. Zo, side twist, of niet side twist, side plank. Hou vast. En blijf hem echt van hieruit goed opduwen. Arm mag omhoog. Vasthouden. En kleintjes opduwen kan eigenlijk ook nog. En op, 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 en op, 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 op. Benen naar het plafond. En we gaan down en op. Down en op. En heb je echt het gevoel van, oh, dit trekt mijn rug niet, kan je natuurlijk altijd die benen ook om en om doen. Naar beneden. Hou vol, hè? En ontspan. Laatste. Duw hem omhoog. En dit is de laatste zijplank. Dus, hierna hebben we het gehad. Heb je zo niet van, oh, dit was eigenlijk best wel lekker. Doe er gewoon nog een setje achteraan. Ja, en voor kan ongeveer maar 30 seconden zijn. Je hoorde hier natuurlijk steeds piepjes. Als het goed is er tussendoor. Dat is omdat ik ze dan even precies die 30 seconden kunnen vasthouden. Maar hou hem vast. En ontspan. Nou, dit was hem alweer. Mag je komen liggen? Arm even wijd. En breng je knieën naar links. Je gaat naar rechts. Maak je even lang, rek je uit. Helemaal uitrekken om lang te maken. Mag je komen staan. En je even los schudden. En oh. Oké, ik hoop dat jullie een fijn abstract hebben gehad. Dit zijn de oefeningen die je gewoon oneindig achter elkaar kan doen. Dus deze kan je ook vanavond weer doen. Je kan ze morgen ook weer pakken. Pak er ook even misschien van de afgelopen weken die we hebben gedaan. Dus je kunt altijd even terugkijken en dan pak je ze gewoon even terug. Voor nu, van de RVM zijn het iets versoepeld, maar alleen voor de kinderen. Dus de kinderen mogen alweer gaan sporten en dat is tot de 12 jaar. Maar als we ons aan de regels blijven houden, zal het niet lang meer duren dat het steeds beter gaat worden. Want de jeugd mag al vanaf 1,5 meter nu. En daarnaast kunnen jullie echt wel in deze kant op komen. Dus voor nu, blijf thuis, blijf gezond. En ik hoop jullie snel weer te zien. Doei, tot ziens!